hallo mensen van Peter Kloet. Welkom, welkom. Hallo Jelle. Test, test. Ik ben op hier. Ja. Ja, lekker. Laatste. Eén en laatste. Nog een keer. Wacht even. Echt even. Welkom lieve huisgenoten. De True Huiskamer Nemesis. We zijn bij onze EP-release vandaag. We hebben geen pornosterren, maar we hebben ballonnen. We hebben een goede set. We hebben een support act. We hebben een game die daar is. Zo kun je de richting bepalen met de wijzer. En dan moet je dus je proberen dat balletje. Kijk, ik schiet nu al tegen dat balletje. Dat is genoeg te beleven, maar we hebben ook kunst dat hier opgezet wordt. Een True Mixed Media Event voor jullie allemaal. Dankjewel Klaas. Ik weet dat je dat een uur geleden niet zei. Wij zijn een beetje ready. Een beetje ready. Heel erg. Heel erg. Heel erg ready. Ja. Omdat hij het zegt. Precies. Guys, wij zijn ready. Let's go. Wij zien er ready uit. Oh ja, ik ben wel zenuwachtig. Ik merk dat ik ben deze... Van mijn energie niet kwijt. Wat wilde ik nou doen? Oh ja, mobiel. Oh ja, plezier inderdaad. Oh ja. Oké. Ga je mee naar beneden? Hij knikt. Hey schatje. Ja, ga snel. Succes. Ben je er klaar voor? Ja! Ik ben wat kwijt. Ja. Waar is Gil? Ja! Dankjewel. Nice. Ready. Dames en heren, sugar, why so bitter? En dat in de bindersoep, kun je nagaan. Mensen die al een plaat gepreorderd hebben, even daarachter kan je een formuliertje invullen, dat komt helemaal goed. Mensen die nog een plaat willen preorderen, formuliertje invullen, komt het ook allemaal goed. Mensen die geen plaat willen, formuliertje invullen achterin, komt helemaal goed. We gaan nu echt beginnen. Mag ik een heel groot applaus voor Nemesis! Lekker bezig, Bob. Lieve mensen, dankjewel. Is dat leeg? Dankjewel. Voor de volgende week doen wil ik graag eerst een paar mensen bedanken die deze avond we kunnen waarmaken. Dat zijn van Stijn van Wijsberg en Jasje van Frans, dank jullie wel. Van de producer Mixer van MP. Bedankt voor de applaus, voor de master. Bedankt eerst voor het bescheid. Voor de artwork, het is echt heel tof geworden, dankjewel. Dankjewel Jelle Weber voor alle mooie filmpjes en foto's en dingen die je hebt voor zijn gedaan. Het zijn promoties van EP en het zijn van het allerliefste in het vriendje. Dankjewel Sander Zuurweer voor de komende.
leuk. Het was echt heel leuk. Nice. Ja. Moest een beetje inkomen in het begin wel. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment was het wel echt heel erg leuk. Hey Bob. Hey Jawa. Hoe voelt het nou? Hey. Als een opluchting. Jullie zijn ook bijna klaar? Ja, we zijn bijna klaar. Oh, we hebben een beller. Nee, sorry, jouw jas zit in de kast. Dankjewel. We hadden een voorprogramma met Stella. Koekoe, een interactieve game. Een foto, expo van Mila. Gewoon superveel geregeld. En superveel gezeik eigenlijk. Ook met de platen, want die zijn uiteindelijk niet eens op tijd. Sorry daarvoor, maar we gaan gewoon fixen dat ze wel bij jullie komen. Ja, uiteindelijk was het wel gewoon een lekker showtje. We hebben gewoon lekker gespeeld. Vol energie. Het zweet zat nog in mijn naad. Ik ben heel erg tevreden. Woe! Lekker hyped. Tom hebben, want die staat nooit in die huiskamers. Dat we even Tom even een sikke interview geven. Wil jij Tom zijn? Ja. Ja, doe okay. Even eens. Ik zet mijn app niet uit. Tom, hoe vond je het gaan? Ja, was wel oké. Hoe voelde je die leepeddel aan vandaag? Ik weet niet wat Tom hierop zou zeggen. Het was een beetje nattig, ik had mijn sokken aan. Oh. Welkom, het was goede avond. Het was leuk man, is gewoon je ding, is gewoon je ding. Ik voel me in totale extase op dit moment. We wilden jou even interviewen. Tom Radsma of Tom Basma of Tom Radsma Award. Nou, Radsma denk ik dan. Radsma? Ja. Hoezo? Die lay pedal, ja. Hoe voelde die aan? Nou, ik had er vandaag drie. Welke voelde het lekkerst? De grote. Op je tape delay? Ja. Tape delay, noteer dat. Ja. Wat is je lievelingspizza? Met paprika. Oké. Okay. Met mais, tomaatjes erop. En rucola. Rucola. Dat is het geheime ingrediënt. Zonder mozzarella erbij. Nou, mocht je een pizzeria hebben? Noem hem Pizza Radsma. Pizza Radsma. Oh, hi. Dit is Huiskamer Nemesis. En we wilden jullie even onze lieve Angelo presenteren bij deze. Dit is Angelo, onze boeker van Agents After All. En hij gaat ons beroemd maken. Toch? Oh ja, zeker. Ja. Okay. Toen ging hij weg. We verbeelden die toch niet meer. Oké. Okay. Nee, super beroemd. Oké. Waar is het? Bij de pompen staan wachten. Verder was het heel leuk. Waar is het? Laat hem los, laat hem vliegen. Ja. Ben jij ook in een bed?